financiële bubbel ontstaat wanneer de prijs van een bepaald product of aandeel stijgt en blijft stijgen tot ver boven de werkelijke waarde, om dan uiteindelijk pijlsnel te crashen. Een financiële bubbel, of C-bel, begint vaak met enthousiasme over een nieuw product of technologie en mensen die denken dat ze er snel rijk mee kunnen worden. Dat product, dat kan van alles zijn. Iets nieuws, bijvoorbeeld bitcoins, aandelen van een bepaald bedrijf, of huizen, als mensen bijvoorbeeld denken dat in een bepaalde buurt de prijzen gaan stijgen. Er wordt over gepraat en iedereen wil mee rijk worden. Hoe meer vraag naar een bepaald product, hoe hoger de prijs, dus de prijzen stijgen en stijgen. En toch blijven heel veel mensen kopen. Maar dan, als de prijs op zijn hoogst is en de zeebel het grootst, beginnen slimme beleggers plots hun aandelen of hun huizen te verkopen. De eerste, die krijgen er nog veel geld voor, maar de zeebel is doorprikt. Iedereen beseft plots dat ze te veel betaald hebben en iedereen wil op dat moment zijn product verkopen. En er is niemand die het nog wil kopen. Er is geen vraag meer en het aanbod is groot, dus op heel korte termijn zakt de prijs in elkaar. Wie is er nu rijk geworden? Wie helemaal in het begin, toen de prijs nog laag was, dat nieuwe product kocht en het net voor de bubbel uiteenspatte, verkocht. Maar alle anderen hebben er geld aan verloren omdat ze te veel betaald hebben voor iets dat niet zoveel waard was. Nu, achteraf is het altijd makkelijk praten. Maar terwijl een bubbel bezig is, is het heel moeilijk om te beseffen dat de prijzen te hoog zijn. En dat maakt het ook moeilijk om te bepalen of een product, bedrijf of aandeel op dat moment een bubbel is.